Ik ben Max Christen, ik ben een van de organisatoren van de avond, van de Wietop in Almelo. Nou, we hebben het natuurlijk over de initiatiefwet vanuit D66 met betrekking tot de proef voor het legaliseren van de wietteelt. Dat is natuurlijk een heel breed spectrum eigenlijk, daarom hebben we ook mensen uit allerlei hoeken van expertise. Maar het gaat natuurlijk wel om de hoofdstelling dat het legaliseren van de wietteelt gaat tegen de criminaliteit in en verbetert en bevordert de gezondheid. Dat is een beetje het grote verhaal van de avond. Dat is de voorraad 500 gram. Als ik het legaal wil doen, dan zou ik 100 keer moeten rijden, 100 keer met 5 gram. Omdat ik ook niet meer dan 5 gram mag vervoeren. Dan wordt het een duur stikkie. Pak ik een papaverplant en ik zet mijn hele tuin vol met papaver. Kan ik doen wat ik wil? Is niemand die klaar? Zet ik 5 plaatjes, zit ik op politiebureau. En als ik er geen afstand van doe, kom ik ook nog voor de rechtbank te staan. Ja. Terwijl ik hartstikke ziek ben. Ik word gewoon eigenlijk als crimineel behandeld terwijl ik heel ziek ben. En daar baal ik als een stekker van. Op een gegeven moment ging men fouilleren, had hij een zakje wiet bij zich. Er zat 2 gram in. Je mag tot 5 gram hebben. En mijn collega zei tegen die meneer van, ja, we gaan het invorderen. Maar ik mag toch tot 5 gram bij me hebben. Zeg, ja, dat mag wel, maar niet als je gepakt wordt. Dat is de krom van de wetgeving. Je mag tot 5 gram hebben. De politie doet zo. Het is gedoogbeleid. Dus het is strafbaar. Je bent strafbaar, maar je wordt vrijgesteld van vervolging. Hetzelfde geldt voor die 5 wietplanten thuis. Je mag 5 wietplanten in je achtertuin hebben, maar je mag er geen professionele apparatuur bij hebben. Niet meer dan 2. Legalisatie. Eerlijk gezegd ben ik het daar niet helemaal mee eens. Daar wil het uit wel waar je naartoe moet. Maar ik denk dat het begint bij voorlichting. Want 80% van Nederland die heeft een beeld van cannabis en wiet, wat niet klopt. Als dat één gemeente is, wat er dan gebeurt is, in Hof van Twente wordt het dan bijvoorbeeld voor Enschede gekweekt. En dat moet je niet hebben, want dan gaat het hele circuit naar één gemeente toe. Dus dan zadel je eigenlijk één gemeente op met een landelijk circuit aan goederen. En wat ik weet is dat het helpt voor bepaalde ziektes. En ook bijvoorbeeld voor kanker, voor MS, voor reuma. Er zijn al 20 mensen genezen binnen onze organisatie van cannabisolie. Met uitbehandelde patiënten. Ja, ik bedoel, wetenschappelijk in Amerika weten ze ook nog niet zoveel over deze aandoening. Er zijn nog wetenschappelijke rapporten zijn er nog niet uit. Voor mij is het nog steeds niet duidelijk van teelt tot gebruik. En afspraken zijn nog niet duidelijk.